Zo, we gaan deze keer een gerechtje maken. Het is een van mijn absolute favorieten. Zeer makkelijk om te maken en met een stukje vlees. Ik ben niet een overdreven vleeseter. Ik doe dat maar 1 keer, 2 keer per week. Maar dan wil ik echt voor hele goede kwaliteit gaan. En dat is nu echt wel het geval met dit prachtige stukje lamsfilet. Het is echt heel mooi, lekker vlees. En we gaan dat in de oven bereiden. Eerst een beetje aanbakken in de pan. En dan in de oven bereiden met daarop een lekkere paat van erwtjes met parmezaanse kaas. En dat is zo'n mooie combinatie met dat vlees. Met een aardappeltje erbij. We hebben wat aardappeltjes gestoomd met wat kruiden erbij. En die gaan mee in dat ovenschoteltje. En dat is zo echt zeker op zo wat koudere dagen na een goede wandeling. Heerlijk met een goed glas rode wijn, een goede Shiraz of zo erbij. Is dat een fantastisch gerecht. We gaan 2 pannen tegelijkertijd in actie laten treden. Pan 1, pot 2 en omgekeerd. Goed, dat mag een beetje smelten. Wat gaan we daarin doen? Daar gaan we eigenlijk ons vlees een beetje in aanbakken, dat het dan mooi een goed korstje heeft, voor het in de oven ingaat. En hier gaan we onze paat met erwtjes in maken. In de boter gaan smelten is doen we onze fijn gesnipperde shallotjes. En die mogen een beetje glazig worden. Voilà. Ik doe daar al een beetje peper en zout bij. Mag wat pit hebben. Goed, hier is ons boter ook goed aan het smelten. Om zo meteen ons vlees lekker in te bakken. Ook een beetje kruiden. Ik zie dat hier ondertussen die al mooi glazig aan het worden zijn. Onze erwtjes mogen erbij. Hoppa, en laat die maar mooi meestoven. Vlees aanbakken. Het was lekker heet. Is dat goed te pruttelen? Alsjeblieft. Vlees een beetje aanbakken in de pan, zodat het een lekker korstje krijgt langs alle kanten, zodat we het mooi kunnen met de paat in de oven steken. Maar het moet niet door en door gebakken zijn ook, hè. Ja. Vlees is ongeveer klaar, want heeft het korstje al en meer dan genoeg. Dus dan kunnen we er gewoon uithalen en kunnen we in onze ovenschotel leggen. Voilà, hè. Hier de erwtjes. Daar doe ik parmezaanse kaas bij en dan gaan we dat allemaal mooi... Hoppa, lekker veel parmezaan, want dat hoort er wel bij. En dan moet je die gewoon stampen. Zo simpel is dat. En dan maak je er eigenlijk... Het is heel simpel. Leg je er een zeer mooi laagje op. Hohoho. Heerlijk. Aardappeltjes erbij, die mogen gewoon mee in de oven, want die zijn toch al gestoomd. Lekker veel, maar goed, het is ook een heel groot stuk vlees. Zo, de aardappeltjes erbij, nog een klein beetje olijfolie natuurlijk, als je het in de oven zet, dat is gewoon lekker. En dan, ja, dat moet je een beetje bekijken natuurlijk, hè. Het moet nog wat rosé blijven, dat is het lekkerste voor lamsvlees, maar ja, dat is iedereen zijn eigen smaak. Ik zou zeggen, voorverwarmde oven, 190 graden, 10 minuutjes ongeveer in de oven. En dat gaat fantastisch lekker zijn. Oh, amai. Oh. Maar kijk eens hoe mooi. Die kaas is zo'n beetje gesmolten. Je ruikt ja, die shallotjes, die erwtjes, de kruiden die op de aardappeltjes zijn, dat prachtige lamsvlees. Smakelijk eten. Als je het lekker vindt, gewoon even liken. Dank je.